Marco Borsato wordt vervolgd voor een misbruik van een vrouw. Destijds was hij nog een tiener. Onder andere dagboekaantekeningen en geluidsopnames bleken genoeg voor het OM... om een van Nederlands grootste zangers voor de rechter te brengen. We krijgen straks een hele confronterende rechtszaak. Ja. Als we, we Thijs Ruimer in onze achterhoofd nemen. Daarin zijn details naar voren gekomen... waarvan je eigenlijk niet wil dat het bij het grote publiek terechtkomt. Weten we omdat zij destijds jonger was dat het achter gesloten deuren gaat? Of is dat allemaal nog veel te vroeg? Nou, dat is, een, uh, dat is een goede vraag. Uh, dat, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven, want uh, dat zal ook van, van dat meisje zelf afhangen. Ja. Als zij een beroep doet, uh, of Marco Bessato een beroep doet op de rechter om het achter gesloten deuren te behandelen, ja, dan zal de rechter uh, daar zich uiteindelijk over uitspreken. Het zal ja. niet zomaar standaard uh, gebeuren, verwacht ik. Maar het, het zou kunnen als, we, als beide partijen en ook de rechter vindt dat dat in de beslotenheid moet, moet worden uh, afgehandeld. Ja, dan zou dat kunnen. En ik kan me wel iets voorstellen bij, bij de belangen die beide partijen daarbij hebben. Want ja, wat er is gebeurd is natuurlijk allemaal niet zo heel fris als je nee. in ieder geval de aangifte hebt gelezen en hebt gezien. En weet wat, er, uh, wat in ieder geval de beschuldigingen zijn. Ja, dan gaat er wel heel wat sliezen en deurt naar boven komen in de rechtszaal. Ik weet wel dat er ook uh, opnames, geluidsopnames zijn. Ja, van, uh, van want jij te... hebt een aantal van die opnames ook gehoord hè? Ja. ja. En daarin geeft hij het min of meer toe, moet ik het zo zien? Nou ja, dat, dat zou je zo kunnen uitleggen ja. Ja, ja. Er is aangifte gedaan tegen Marco Borsato door een 22-jarige vrouw die beweert vanaf haar 15e onzedelijk betast te zijn... De aangifte volgt op het bericht van vorige week. waarin Borsatos advocaten het OM verzochten om een onderzoek in te stellen naar de verdenkingen. Slaggever John van Heuvel van de Telegraaf staat hier naast mij. Uh, John, uh, wat, uh, wat de laatste weken duidelijk uh, werd. dat jij al eerder bezig bent geweest met dit verhaal. Ja. Ongeveer een jaar geleden. Nou, iets korter, een iets half korter. jaar geleden. Een half jaar geleden. Wat hoorde jij destijds? Uh, samen met collega Mick van Wely. en een verslaggever van het Dagblad van het Noorden. Uh, er was toen een tip binnengekomen over uh, mogelijk seksueel misbruik door Marco Bossato. En wij zijn toen in contact gekomen met de moeder van het uh, veronderstelde slachtoffer. Ja. Uh, daar zijn gesprekken mee gevoerd. En uh, wij hebben eigenlijk uh, de afgelopen maanden. hebben we steeds. Uh, of, of ben ik steeds in contact gebleven met, uh, met. moeder en in een later stadium ook. met het uh, vermeende slachtoffer. Met uh, het meisje wat nu aangifte heeft gedaan. Ja. En. Um, de reden is dat we vrij lang hebben gewacht dus met publiceren, is dat we echt hebben willen wachten tot het moment dat er ook daadwerkelijk aangifte is gedaan. En daar is lang door uh, dit meisje of door deze jonge vrouw mee gewacht en, en aangetwijfeld, omdat zij uh, ja, om meerdere redenen erg opzag tegen het doen van aangifte. Ja. Want dat wordt vaak heel. Veel te makkelijk overgedaan. Er, er is een band opgebouwd, er, er speelt van alles. Er is heel veel aan vooraf gegaan ja. en, en zij heeft een bepaalde uh, verstandhouding met uh, Marco Bassato gehad. Haar vader was overleden en uh, uh, Marco heeft uh, volgens moeder en dochter uiteindelijk een rol in het gezin gekregen als een soort van peetvader. Ja. Uh, trok veel op met moeder, maar, uh, moeder werkte ook voor hem, en, uh, maar kwam ook over de vloer als hij alleen met het meisje was. En uh, daarvan zegt zij in die periode, en dat heeft echt wel een uh, behoorlijke tijd geduurd, is er uh, grensoverschrijdend gedrag geweest. En zij heeft nu aangifte gedaan van aanranding. En met aanranding uh, wordt dan bedoeld dat uh, ja, hij haar onder andere onzedelijk heeft betast op uh, diverse plekken. Ja. En zij zegt: Ja, ik, uh, ik, ik heb heel veel moeite. Uh, om aangifte te doen, omdat ik ook wel heb gezien dat hij heel veel goede dingen voor me heeft gedaan. Maar ik heb me toch ook gerealiseerd dat dit allemaal niet kan. Ja. En, uh, en zij heeft uiteindelijk dus die stap genomen om naar de politie te stappen. En, en wat daarin ook een belangrijke rol heeft gespeeld. En misschien zelfs wel een doorslaggevende rol, is dat zij op een gegeven moment de gaten kreeg dat er meer verhalen waren, dat er meer geruchten waren. En dat zij het idee heeft van, nou, dat, dat, dat ze ook hoopt dat andere slachtoffers nu opstaan en zeggen van, als die er zijn, ja. van, we stappen ook naar de politie. Uh, wat altijd lastig is bij zedenzaken, is dat je altijd met bewijs zit. Maar uh, ik lees in jouw verhaal dat dat meisje heeft er zoveel problemen mee gehad, dat er een gesprek is geweest bij een psycholoog. Ja, twee psychologen. En, uh, een psycholoog van Marco en een psycholoog van het meisje. Dus een viergesprek. En zij zegt daarvan dat het Marco tijdens het gesprek ja, eigenlijk, uh, zich huilend op de grond wierp... en, en uh, verontschuldigingen aanbood en uh, excuses en dergelijke. En uh, daarnaast is er ook nog ander bewijsmateriaal. Ik weet wat dat is. Ik heb dat ook voor een deel uh, zelf gezien en beluisterd. Ja. Uh, maar dat is allemaal aan de politie en uh, dat is overgedragen en in beslag genomen. En dat is nu onderwerp van verder onderzoek. Ja, maar als je dus een situatie hebt waarbij er uh, een, een, een tweetal andere personen bij zijn geweest... Ik weet niet hoe dat... Psychologen hebben een beroepsgeheim. Ja. Maar er zijn dus in ieder geval volwassen mensen die kennis hebben, die notie hebben genomen van een, van een bekentenis. Ja, maar goed, uh, je zegt het zelf al, er sprake van, van medisch beroepsgeheim. Ja. Uh, maar dat is niet het enige wat... Uh, het is, laten we zeggen, niet straks een verklaring van één tegen één. Er is nee. ook nog andere uh, bewijzen en ik ga daar niet te veel over zeggen. Nee, maar het laatste wat ik wil in zo'n zaak is om uh, het onderzoek verder te bemoeilijken of te beïnvloeden. Het is nu zo, er is aangifte gedaan van aanranding. Ja. En uh, wat is dan het vervolgtraject? De zedenrecherche van, het, van de politie in uh, Midden-Nederland gaat dat verder onderzoeken. Uh, er zullen misschien meer getuigen worden gaan, uh, gaan, gaan worden gehoord. Uh, zogeheten de-audi to-getuigen. Dus die, ja. niet, die misschien. Rechtstreeks ooggetuigen zijn geweest, maar wel meer weten over wat er zich wel of niet heeft uh, afgespeeld. En in een later stadium zal ook Marco Besato worden gehoord. Maar ik, uh, het is niet uh, zo dat het straks een uh, één tegen één verklaring zal zijn. Nee, het bewijs is gewoon sterker dan dat. Dat zeg je nadrukkelijk. Um, nou, het OM heeft, gezegd, heeft vandaag officieel bevestigd. We hebben aangifte van onzedelijke betastingen tegen hem ontvangen. Onderzoek zal moeten uitwijzen of er sprake is van bewijsbare strafbare feiten. Een verdere toelichting kunnen we op dit moment uh, niet geven. Um, Eerst was het zo dat knoopsadvocaten die namens Marco opereren... die gaven een soort verklaring ja. waarin wat discussie over was... dat er nergens in stond, um, ik ontken alle aantijgingen. Ja. Het, het werd een soort van, we geven het aan het OM ja. en die moeten het dan maar onderzoeken. Ik vond dat een uh, opvallende stap, moet ik zeggen. Ik heb dat natuurlijk ook gelezen. En uh, het is ook een hele ongebruikelijke stap. Want uh, wat in die uh, verklaring werd gezegd eigenlijk, dat, we, dat, dat uh, Marco en, en zijn advocaten het Openbaar Ministerie verzochten om een onafhankelijk onderzoek te doen. Ja, naar wat? Naar insinuaties. Yeah. Op het moment dat je vindt dat er sprake is van insinuaties, en dat impliceert eigenlijk dat er misschien uh, kwalijke uh, zaken worden gesuggereerd, yeah. smaad en laster. Dan uh, stap je naar de politie en dan doe je aangifte van smaad of laster. Of dan stap je naar het medium dat die, uh, dat die verklaring heeft, uh, heeft gedaan. Uh, er waren inderdaad een aantal uh, Jew's-channels op internet. Ja. die hele pittige dingen hebben gezegd. Uh, nou, als je daar tegen verweer wilt voeren. of dat je daar het niet mee eens bent. of dat uh, je vindt dat die kanalen hun werk niet goed hebben gedaan. dan eis je rectificatie. Ja, want dat is, of, dat is zo typisch, hè? Zijn reactie. Als je, je in jezelf verplaatst iemand iets tegen jou of mij zou zeggen over een zedemisdrijf en je bent je van geen kwaad bewust, dan ga je naar het grootste podium wat er maar is om te zeggen van dit klopt niet. Ik wil dat dit, ik wil dat dit wordt rechtgezet. Ja, jij zegt het. Ja. En ik denk dat het ook zo is. Uh, John, er is een reactie gekomen. Van uh, Knoops namens zijn cliënt Marco Borsato. De aangifte is duidelijk een reactie op het door mij aangevraagde onderzoek bij het Openbaar Ministerie. Het is goed dat er nu een aangifte ligt, want die kan dan betrokken worden bij het onderzoek dat ik heb gevraagd. Borsato, die reageert in een verklaring via zijn advocaat Carrie Knoops, voegt nog toe dat hij de uitslag van het onderzoek met vertrouwen tegemoet ziet. Ik ontken zoals bekend alle aantijgingen die ik tot dusver alleen via de pers heb mogen vernemen. Er wordt hier gezegd dat de aangifte die gedaan is, een reactie is op het door hen afgelopen week gevraagde ja. onderzoek. Ja, dat is niet waar. Dat is niet waar? Nee, dat weet ik namelijk omdat ik... Uh... Uh, zeg maar de hele gang van zaken met betrekking tot het doen van aangifte uh, van zeer nabij heb gevolgd. Ja. En ik weet ook al dat er ver voordat uh, deze persverklaring van Knoops vorige week naar buiten is gekomen, dat er al een afspraak was gemaakt om aangifte te doen. Dus het is helemaal niet zo dat dat een reactie is op uh, deze persverklaring. Uh, maar er was al, de beslissing was toen al genomen om aangifte te doen. En sterker nog, de afspraak was al gemaakt. De afspraak was al gemaakt. Dus die, ja. die, die, die reactie die. Die klopt dus feitelijk niet, want jij bent, jij bent bij die tijdlijn zeg maar, min of meer betrokken geweest. Ja. Um, dan moeten we nu dus uh, wachten op stappen van het Openbaar Ministerie. Zeg jij nu op basis van wat jij weet, want je wil niet alles uh, zeggen wat je weet, van dat, dat, gaat dit vervolging worden? Ik uh, acht dat uh, heel wel mogelijk. En natuurlijk uh, sta je nu pas aan het begin van een onderzoek. Uh, en dat onderzoek moet gewoon in, uh, in uh, alle rust en alle zorgvuldigheid plaatsvinden. Maar op basis van wat ik nu heb gelezen en gezien en heb gehoord, dan denk ik dat er een hele reële kans is dat er een strafrechtelijke vervolging uh, gaat plaatsvinden. Maar uh, hoe en in welke vorm, ja, er zijn tal van variaties denkbaar, daar moeten we denk ik nu nog niet op vooruit lopen. Nee. En ik roep echt alle... Andere mensen die informatie hierover hebben en, en misschien zelfs wel uh, slachtoffers. Misschien zijn er op, meerdere misschien... mensen die aangifte te ja, doen. Ja, dat, dat hoopt het, uh, deze aangeefster hoopt dat ook echt dat dat gebeurt, dat ze dit als een signaal zien van kom ook met je verhaal. Maar ik zou dat ook uh, willen oproepen naar slachtoffer blijf niet met dit verhaal zitten als je iets weet en uh, neem contact uh, met mij op uh, of of uh, het kan natuurlijk ook je kan ook gewoon met de politie uh, contact opnemen. Don't...